Manneman, Joost, wat doe jij hier? Joost, wat zit jij in Pokémon? Ik snap het echt niet. Now Pikachu, lightning attack. Yo de mensen, welkom terug bij Pokémon Motherfucking Black. In ieder geval, in de vorige episode hebben wij de Elite 4 verslagen. In ieder geval één van de Elite 4. En die had alleen maar Psychic types. En die hadden we echt best wel goed vermoord. In ieder geval ga ik kijken naar mijn Pokémon's. Welke Pokémon's natuurlijk nu HP nodig hebben. Het zijn nog best wel wat. Maar voor de rest heb ik het wel goed gedaan. Je moet het toegeven, jullie hadden geen vertrouwen in mij. Maar toch had ik wel vertrouwen in mezelf. Dat is het enige wat ik nodig heb. Mijn Pokémon zijn in ieder geval weer goed geheeld. En het is tijd om een kamer uit te kiezen. We kunnen de eerste, de tweede of de laatste kiezen. En ik denk persoonlijk dat de eerste nu wel het interessantste is. Ik ga naar de eerste toe. Jongens, let's motherfucking go. We gaan deze eerste gewoon verslaan. Het interesseert me niet. Het is een ghost type. Oh god. Oké, ghost is weak against ghost. Ik heb even gekeken en dark types zijn heel erg sterk tegen ghost. Dus alleen de dark types zijn eigenlijk goed tegen ghost. En ghost zelf natuurlijk. Maar als je zelf een dark type bent, ben je nog sterker er tegen. Dus ik ga even kijken. Sandek is alleen water. Hallo. Even kijken. Oké, jij bent alleen fire. Jij bent ground en dark. Dat is er eentje. We hebben hier, jij bent alleen electric. Jij bent rock. En jij bent bug en steel. Dus ik denk dat Croaky denk het beste nu in de battle gegaan. Dus we gaan jou eventjes omswitchen, mijn vriend. En jij gaat gewoon de meeste damage dealen. En ik ga jou natuurlijk nog een cadeautje geven. Want ik heb natuurlijk wel een idee van, jij moet natuurlijk winnen. Dus ik ga jou iets geven. Ik geef jou een zink. Waarom weet ik niet. En dan ga jou een zink geven, alsjeblieft. Hoppakee, die gaat omhoog. En ik ga je nog meer shit geven. Even kijken. Ik geef jou deze eventjes, alsjeblieft. Die krijg je ook van mij. En deze krijg je van mij. Ik ga je helemaal boosten, mijn vriend. Ook je HP gaat omhoog. Hoppakee, alsjeblieft. Super chill. Of je PP gaat ervan omhoog. Oh, dat is heel iets anders. Nee, dan wil ik iets anders doen. Oké, ik ga een PP van Sennik ga ik omhoog gooien van Aquatil. Dat lijkt me een heel slim plan. Waarom weet ik niet, maar we gaan dat gewoon doen. We gaan nog meer dingetjes. We gaan alles gewoon gebruiken. En we maken nog eventjes level up. Hoppakee, Krookje nog level up. Dat was een Lesser Candy. Weet je wat? Ik vind het wel best geweest. We zijn goed gekeerd. Wij gaan gewoon hier naar boven toe. Let's go into the spooky mode. Wat gebeurt er? Ha, we worden getipt. We worden gewoon meegenomen, jongens. Dit is gewoon, oh, het is een spooky. Maar als je in die spiegels keek, zag je dat net? Dan zag je die ding omheen, zag je niet. Dat was fucking creepy. Oké. We zijn gekomen. We kunnen niet meer terug. Mevrouw. Ik weet niet wat je naam is. Maar let's battle. Once and for all. We gaan zien wie de beste is. Ice bimbling with dark flames. This man rejected everything other than himself in order to bring about one singular justice. The part of a novel I'm reading. I was inspired by the challenger who was just here. And somehow I got a little sad. Excuse me. You are a challenger, right? I'm the Elite Four ghost type Pokemon user. Chantal, and I shall be your opponent. Oh, de muziek. Chantal, you're going down. You're going so down. Oké, Chantal, 4 Pokémon's. Onthouden, 4 Pokémon's. Kunnen we makkelijk aan. Een Koffagnieren, geen idee wat het is. Die lelijke type Pokémon. Oké, die Pokémon weet ik in mijn hoofd, is alleen maar Ghost. Dus, Dark types, zou heel erg handig zijn op dit moment. Alright, maar zijn attack gaat naar beneden. Super chill, de krookische effect heeft. Full play. Hoeveel damage heeft full play eigenlijk? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. We gaan eerst even eens kijken hoeveel full play eigenlijk deed. Want ja, ik kan die aanval wel gebruiken. Maar ik weet nou niet precies wat het doet. Even kijken. Oh, het is best wel sterk. The higher the target's attack, the greater the damage. Dus hoe sterker de Pokémon van de tegenstander is, hoe sterker mijn aanval is. Oké. Nou, weet je wat? Full play. Let's go with the ham. Gewoon in één keer one-shotten. Als we gaan alle 4 one-shotten, ben ik hartstikke... Wat? Dat doet bijna niks. Jammer zeg. Een beter become mummy. Wat? Willow. Oh god. Nu sta ik in de fik. Oh god. Ik ben geburnt. Oh, dit is geen zoete poep. Oké. Crunch. Misschien doet dat meer damage. Aangezien die misschien die man heel weinig attack heeft. Maar meer defense omdat hij in een mummy ding zit. Misschien doet crunch dan genoeg damage. Doet iets meer damage. Dat is fijn. Hij doet een shadow ball. Dat doet mij niks jongen. Dat doet mij niks. Want ik ben een dark type. Hoppakee. En wat is naar beneden? Mijn defense naar beneden. En ik sta in de fik. Oh god. Crunch dit motherfucker. Kill him. Critical crit. Kom op. Oh, bijna. Hij is bijna dood. Oké. We can do this. Shadow ball. Oké. Ik kan zo meteen nog een crunch doen. Is hij dood?
Wat? No fucking way. No fucking way. Oh god, dit gaat niet goed. Dit gaat op het moment niet goed. Ik heb een grote kans dat hij zo meteen dings gaat gebruiken en voer is door. Daarom ga ik Senneke zetten, zodat Senneke hem gewoon bam door de midden kan slaan. Oké, Krookie. You know did do well. Oh, Aquatil heeft natuurlijk 2 pp erbij gekregen. Nou, even 4 attacks. Oh god, dan is hij meteen echt used als hij deze aanval niet meer heeft. Oké, voer is door. Wist ik dat hij die ging gebruiken. Aquatil in de face. Kijken hoeveel damage ik ermee doe. Alsjeblieft, meer dan de helft, meer dan de helft, meer dan de helft, meer dan de helft. Oh, dat is meer dan de helft, jongens. Hoppakee, wat is dit? Ability become mummy. Senna's ability become mummy. Wat is dat, dat hij become mummy? Ik snap dat niet. Wat gebeurt er met de becomes mummy? No fucking idea. Maar hij is wel dood. Dat weet ik sowieso. Hoppakee. Die Pokémon is dood. 1 Pokémon van mij is dood. Dus wat ik nu ga doen, is een Pokémon van mij restoren. Dat lijkt me het beste. Ik ga Krookie restoren. Kijk, Senna's level up. Super chill. Voor een Jellic. Oké, we gaan Pokémon switchen. We gaan HM stat inzetten. Zodat wij Krookie kunnen reviven. Want Krookie is wel iemand die veel damage kan doen en heel veel tikkies kan nemen. En Senix samen ook. Dus dat zijn mijn 2 sterkste Pokémon op het moment. En daarvoor moet ik wel dit sacrificen. Voor mij zit een watertype ook tegelijkertijd. Dat weet ik niet zeker. Moet ik zo meteen even opzoeken. Maar eerst ga ik eventjes mijn Pokémon healen. Dat lijkt me het slimste. Oké, het is ook een water type. En elektrische aanvallen zijn ook sterk tegen hem. Heb ik niet gezien. Dus ik ga ook gewoon Cocoloco gebruiken. Want Cocoloco is ook 2 keer zo effectief tegen deze man. Dus ik ga het ook gewoon gebruiken. En dit is gewoon een vrouwelijke. Want vrouwelijke en mannelijke zien er heel anders uit. Dat is best wel grappig om te zien. Maar in ieder geval, genoeg geleuterfeutert. Wij gaan gewoon een spark in zijn face doen. Hoppakee. En we gaan hem gewoon killen. Hij doet misschien wel een surf. Maar ik ben een elektrische type. Dus dat doet niet zoveel damage op mij. Of in ieder geval, doet wel redelijk wat damage. Maar niet genoeg om mij te killen. Want ik ga jou nu vermoorden, meneertje. Ik ga jou neerhalen. Hoppakee. Kijk eens aan. Bam. Half HP. Hoppakee. Nog een aanval. Hoppakee. Laten we als eerst beginnen. Nee, dat gebeurt niet. Als ik dit overleef, hè. Cocoloco. Als ik dit overleef, dan ben jij mijn held. Dan ben jij mijn MVP. Je bent de MVP als je deze raakt. Hoppakee. Zo doen we dat, jongens. We hebben geen Pokémon verloren. We hebben gewoon een Pokémon gekild. Zoals het hoort. Hoppakee, Cocoloco. You're my man. You're my man. Hoppakee. Cocoloco krijgt XP erbij. Krookie krijgt XP erbij. En dan komt een Golurk. Wat is een Golurk? Dat is een Ground Ghost type. En nou, elektrisch het aanval heeft natuurlijk helemaal geen zin op deze Pokémon. Even kijken. Water is goed effectief. Gras, ijs en Ghost en Dark. Natuurlijk, oké. Dus water is op zich wel goed tegen hem. Dus dat vind ik op zich wel chill. Dus daar kan ik best wel een Pokémon voor gebruiken. En dat is natuurlijk Scenic. Maar vuur is niet zo effectief. En Bug en Steel ook niet. Nou, weet je wat? Fuck it. We gaan gewoon Senic gebruiken. Want Senic is the man. Let's go, Senic. Aquatil in the face. Let's go. Aquatil. We gaan hem gewoon gebruiken. En kijken of we deze man gewoon in 1 shot kunnen killen. Critical Crit zou hartstikke chill zijn. Hij is meer dan de helft. Het is gewoon waar. Het was niet eens een critical hit. Het was niet eens een critical hit. Holy fucking shit. Holy fucking shit, Senic. Je bent echt de baas hier, jongen. Holy shit. Holy fucking shit. Oké, de volgende Pokémon. Ik ga meteen op zoek wat voor Pokémon het is. Voor mij weet ik het al. Chandelure is voor mij dat ding. Ja, dus die kandelaar. Oké, dat wist ik al in ieder geval. Hij is Fire and Ghost. Dat betekent dat hij slecht is tegen water. Welke Pokémon hou ik dan? Ik hou Senic. Want Senic gaat er gewoon even door zijn bekken heen doen. Hoppakee, dat laten we gewoon in 1 keer doen. Oh yeah. Nu kan ik get down. It seems there is a beginning of my final chapter. Inderdaad. Jouw final chapter has been written by me. Hahaha. Wow, die was eigenlijk best wel goed. Holy fucking shit. Oké, die is dood, jongens. Deze Pokémon is dood. Ja. Wow. Dat was een fucking makkelijk. Hij doet Flame Body. I don't care. Hoppakee. Ja, feint het. Ik krijg misschien een klein beetje damage van die burn. Maar gelukkig heb ik een burn heel gekocht voordat ik aan deze battle begon. En hier heb ik niets damage van gekregen. Dus dat is hartstikke mooi. Maar alleen het enige jammer is dat Aquatil zijn PP nu op is. Dat is het enige jammer. Maar voor de rest hebben we deze trainer verslagen. Sorry. First, I must apologize to my Pokémon. I'm really sorry you had a bad experience because of me. Oh, it's not your fault. This is how battles always are. Even in light of that, I'm still one of the Elite Four. Klopt. Dat klopt helemaal. En daarom ga ik weg. En ik ga mijn Pokémon eventjes healen, want wij hebben de tweede van de Elite 4 verslagen, jongens. Ik ga even mijn Pokémon healen. Mijn Pokémon zijn weer full HP en zijn weer klaar om te vechten. Oké, ik ben benieuwd wat voor Pokémon nu tegenkomen. Oké, we hebben dus
Psychic hebben we gehad. En we hebben de Ghost gehad. Volgens mij is er ook nog een Dragon, dacht ik. En een Steel. Echt van die even nare types zijn er. Oké, we gaan gewoon voor de tweede, jongens. Hoppakee. Beetje een rare logica is de derde, dan de eerste, dan de tweede, dan de vierde. Maar dat moet wel goed komen. Dit is een beetje een apart. Is dit een vuur? Ik denk dat dit een vuurtrainer is of zo. Ik heb zo'n gevoel dat dit een vuurtrainer is. Ik heb geen idee. Het is... Ik kan het niet uithalen uit de scenery. Dus Psychic was makkelijk. De Ghost was heel makkelijk om te raden. Maar deze? Ik zie alleen kandelaren die vuur hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kan ik ook... aanvakt, hè? Ja, dit moet al vuur zijn, toch? Of niet? Hij ziet er niet uit als een vuurtrainer. Ik heb geen idee. Voor de zekerheid zet ik Sennik bovenop. Want ja, Sennik is natuurlijk wel de watertype. Als het een vuurtrainer is, dan hebben we geluk. Man, oh man. Deze man zegt gewoon man oh man, what the fuck. Gewoon man oh man, man oh man. Joost, wat doe jij hier? Joost, wat zit jij in Pokémon? Ik snap het echt niet. Man oh man, what is going on today? Challengers coming one right after another. Well, no matter. I am Grimmsnarl of the Elite Four and I will fulfill my duty to be your opponent. Huh? Joost, ik ga jou neerhalen, Joost. Ik ga jou neerhalen. Dit is... Ik weet niet wat voor trainer dit is. Ik ben heel erg benieuwd wat voor soort trainer dit is. Is het een fighting type? Kan ook. Misschien een poison type. Of een scafty. Het is een fighting type. Deze man is een fighting type, man. Oké. En fighting is weak against flying. Ja, flying en psychic zijn ook de enige sterke aanvallers tegen. Dus ik moet zo meteen echt wel eventjes een flying type op gaan roepen. Heb ik überhaupt wel een flying type Pokémon? Nee, ja. Dit gaat een hele moeilijke worden, want ik heb geen Flying-type moves. En qua Psychic moves heb ik ze ook niet. En Fairy-types is ook sterk tegen, maar die heb ik ook niet. Want die zijn nog niet geïntroduceerd in deze generation. Maar ik weet dat Fighting-types niet sterk zijn tegen Bug. Bug is gewoon normaal tegen hun, maar ze doen niet heel veel... Ze zijn allebei gewoon slecht tegen elkaar. Oké, dat is ook kut. Dus ik kan deze wel gebruiken, maar niet de... Ik heb geen flauw idee. Weet je wat? Fuck it. We gaan gewoon een aantal items gebruiken. Fighting is tegen fighting. Geen idee hoe het fighting is. Dat is gewoon normaal. Toch tegen elkaar is gewoon normaal. Dat is op zich wel handig. Want dan doe ik twee keer zoveel damage als hij zometeen mij... Weet je wat? Fuck it. Revenge. We wachten gewoon. Hij doet Sand Attack. Dat is iets minder. Want Sand Attack is fucking slim om te doen. Aangezien ik deze aanval heb gebruikt. Want nu doet die aanval niet heel veel damage meer. Oh god. Hij doet gelukkig wel damage. Maar niet twee keer zoveel. Dat is nou jammer. Er gaat heel veel damage. Oh god. Oh god. Ik had hem bijna wel kunnen killen. Maar wacht. Als hij nu een aanval doet. Dan heb ik kans dat mijn revenge hem killt. Dan ga ik ervoor. Hij doet crunch. Als de Sand Attack nu niet werkt. Sand Attack nu die effect er niet van werkt. Heb ik hem gekillt. Hij doet Rocky Helmet. Hij is dood. Hij... Oh god. Hij avoid attack. Shit. Sand Attack werkte. Oké. Slash. Want ik heb een Rocky Helmet. Ik doe slash. Hoppakee. Mag ik eerst beginnen. Kill ik hem? Niet. Fuck. Fuck sake, hij doet crunch. Shit. Oh, de devil damage. Oh, maar nu heeft hij natuurlijk... Oh my god, zo weinig HP doet hij full restore. Oké, daar moet ik rekening mee houden. Hij doet sowieso full restore. Aqua Jet. Slash. 1 van de 2. Aqua Jet. Gaan kijken of het damage dat op hem doet. Hij doet full restore, ik wist het gewoon. Oh, dit is zo intens, jongen. De Elite 4K fucking damage houden. Aqua Jet. Hoeveel damage doet dat? Hij avoid attack. No way. Aqua Jet. Come on. Waarom doet hij zo vervelend? Kom op. Dat snap ik echt niet. Gewoon die ene kleine klote aanval. Die Sand Attack. Die verneukt heel mijn strategie. Oh god. Ik ga... Sennik. Jij gaat deze battle niet overleven, mijn vriend. Ik weet het sowieso. Ik doe nu even slash. Oh, Kill the Crit. Natuurlijk. Heeft heel veel Kill the Crit chance. Oh yeah. Oh, 5 HP. Ik moet nu... Maar slash hitten. Kom op. Full restore. Oh, fuck you. Krijg tyfus, ouwe. Oké, als hij 2 full restores al gebruikt. Dat is een voordeel. Die heeft hij nu niet meer. Maar, oh, dit is zo narig. Hè? Die Pokémon had 2 keer dood moeten zijn, hè. Oké, nog een slash. Mag als eerst beginnen. Kom op, raak hem. Oh my god. Ik heb dus eigenlijk serieus met Sennik. Maar zo'n klein dingetje damage gedaan. Dit is zo zonde. Nou, in ieder geval iets meer nu door die Rocky Helmet, maar... Oh my god, dit is zo zonde. Dan is half HP. Oh god, wat gebeurt er? Als hij een Pokémon killt, dan gaat zijn attack omhoog. Oeh, dit gaat geen leuke battle worden. Oké, Buggy. Jij komt in de strijd, mijn vriend. Jij komt in de strijd. Want jij bent iemand die zijn fighting type moves tegen kan gaan. Dat is super chill. Dik, denk ik, gebruiken.
Laten we het gewoon gebruiken. Gewoon de eerste aanval gewoon meteen denyen. En dan gaan we naar beneden toe. I'm digging down. Haha, Buggy is digging down. Aha, en hij doet brick break. Maar hij avoid attack, want ik ben ondergronds. En dan doe ik Buggy style. Ga ik omhoog. Hoppakee. En hoeveel damage doet het op hem? Hopelijk doet het lekker wat damage. Doet geen tyfus. Maar hij doet nu cent attack. Dus dat is een voordeel. Want ik heb nu geen damage gekregen. Alleen, mijn accuracy is wel heel erg naar beneden toe. Dus dat is wel een nadeel. Oh mijn god, wat is nou het beste wat ik kan doen? Steel is niet goed tegen fighting. Dat valt eigenlijk al mee. Het is gewoon normaal. Ja, fuck it. We doen gewoon een steel aanval. Ik denk het beste een Iron Head. Let's go. Iron Head op de face. Mop, doe veel damage. Oh, dat deed nog redelijk wat damage. Oké, nog één Iron Head en hij is dood. Als we deze aanval overleven. Kom op. Ja hoor. Iron Head, hij is dood. Eerste Pokémon is dood. We hebben hem neergehaald. De man is neer. Oh, I like it. Of in ieder geval like ik het niet. Maar wij zijn anderhalf Pokémon kwijt en hij heeft pas één. Oh, maar Krookie is wel even up. Dat is een fijn. Dat is een fijn gevoel. Wacht aan Krookie. Een Crocodile. Oh. Ik zie net dat die Scarfy een Dark Fighting type is. En die Pokémon die dit nu opstuurt is een Ground Dark type. Dus dat betekent dat deze een Dark type trainer is. Ik ben helemaal door de war door de Fighting type, jongens. Oké. Strategie veranderen. Dark is slecht tegen... Even kijken hoor. Dark is slecht tegen fighting. Dus ik moet fighting moves gebruiken. En dat had Sennik, terwijl hij nu dood is. Dus dat is best wel een nadeel. We hebben psychic, dat doet niks tegen dark. We hebben bug types, die zijn sterk tegen dark. Dus dat moet ik onthouden. Oh, ja. Die is ook al bijna dood. Dit gaat niet goed, jongens. Dit gaat niet goed. Oké, ik zet Krookie in. Want Krookie gaat gewoon tegen zijn aardsrivaal. De Crocodile. Ze gaan gewoon 1 versus 1 battle houden. En hij is wel fucking 5 levels hoger, ouwe. Dit is niet normaal. Hoe gaat Krookie dit ooit winnen? Waarom heb ik dit gedaan? Dit is zo dom. Dit is zo ontiegelijk dom. Oké, weet je wat? Sandtomp. Want Sandtomp stacked met damage uit het Earthquake. I'm done. Ik ben dood. Ground tegen ground. Hij is dood. Oh, hij overleeft het? Wat? Sandtomp, let's go. Full Sandtomp om dat motherfucker. Druid Sandstorm. Hoppakee, hij is trapped. Hij is trapped, dat is belangrijk. Nu krijgt hij de damage over tijd. Super chill. Wat ik nu ga doen is dik, dat is super slim. Want dan kan hij mij niet raken. Maar hij doet Earthquake. Dus hij kan me sowieso raken. En als ik onder de grond zat, deed hij nog meer damage omdat ik dik deed. Dit is dom. Want ik zit nu onder de grond. En als hij nu Earthquake doet, ben ik dood. Domme meneer. Ik ben een domme meneer. Ik ben zo dom. Hij doet crunch. Hij is een domme meneer. Wat een domme meneer. Oké, ik kan dik doen. Een vrije dik. Hoppakee. Oké, ik heb nog damage op kunnen doen. Super chill. Oh my god, critical hit. Sandtomp. Krookie verslaat iemand van 5 levels hoger. Van zijn eigen type. What? Krookie is de MVP, jongens. Krookie is de MVP. Oké, ik moet tegen een Pokémon die in ieder geval zwak is tegen vuur. En zwak is tegen ground. En aangezien Krookie nog een ground move heb, ga ik het gewoon proberen met deze 9 HP. Krookie, ik heb vertrouwen in je dat jij eerder mag beginnen, een dik mag doen en heel veel damage op hem mag doen. Ja, weet je wat? Ik zie dat jij fucking 7 levels lager bent. Hij mag sowieso eerder beginnen. Het is niet waar. Ik mag eerder beginnen. Dan doe ik sowieso tyfus veel damage op deze gast. En dan ben ik er vanaf. Hij doet Night Slash. Don't care. Hoppakee, dik in de face, minder half HP kwijt. Daarna zet ik Wukong in. Hij maakt hem af. Hij maakt hem neer. Ja, ik heb een goed gevoel hierover. Nou, in ieder geval niet de helft, maar... Je hebt in ieder geval lekker wat damage gedaan, jongen. Ik ben trots op je. Krookie, jij bent de MVP van deze episode. Ik ben zo trots op je, jongens. Iedereen in de comments laat achter. Krookie is de MVP. Laat het hieronder weten in de comments. Laat het gewoon weten. Ik wil het gewoon dat je dat in de comments zet. En sommige mensen die niet tot dit moment van de video kijken, denken bij zichzelf van, what the fuck zit Link nou te lullen? Nou, dat zit ik te lullen. Hoppakee, we doen gewoon een Fire Blast. Done for it. Hij doet Night Slash. Fuck, hij is wel 12 levels hoger. Wukong is misschien een beetje laag level. Oh god, maar hij heeft nog 9 HP over. 9 HP genoeg om hem te killen. Zeg ik dan altijd maar als motivatie. En ja hoor, hij is neer. Ik ben zo trots op Wukong. Wukong is een klein beetje MVP deze episode. Oh, hij is level up. Verdiend jongen, verdiend mijn vriend. Oh yeah, nu loop je nog maar 11 levels achter. Oké, en Leopard. Oké, dat is voor mij normal en dark type. Ik had het fout, het is alleen een dark type. Dus dat betekent dat hij slecht is tegen bug en hij is slecht tegen fighting. Dus dat gaat moeilijk worden. Maar ik ga iets proberen. Ik ga Wukong laten proberen om Yawn op hem te doen. Dat zou een hele goede investering zijn. Waardoor hij dus uiteindelijk gaat slapen, deze Pokémon. Gaat hij slapen, is hij sowieso dood. Het is de laatste Pokémon, kom op Yawn. Ah shit, de fake out, jammer.
Jammer. Het was een investering die ik deed. Jammer dat Wukong dood is. Dat is een Kuddock hit zelfs. Moet je nagaan. Alright. We hebben dus nog 3 Pokémon's over. Buggy doet heel veel damage op hem. Wil ik Buggy gebruiken? Ik wil Buggy gebruiken. Let's go. Let's go. Full Buggy. Buggy, jij moet je bug types gebruiken. Bug type aanvallen. Let's go. Bug bite. Let's go. Let's go. Let's go. Uit het air slash. Dat is een vliegaanval. Dat is niet goed. Maar. Maakt niet uit. Hij doet niet genoeg damage op mij. Want ik doe wel genoeg damage op jou. Oh. Bonnet. 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 En jullie maar zeggen tegen mij. Link, je moet verder trainen met je Pokémon. Ze zijn veel te laag. Zie je het resultaat, mijn vrienden? Zie je het resultaat? Zie je het met je eigen ogen? Ik ben veel te goed. Whether or not you get the fight at full strength. Whether or not luck smiles on you. None of that matters. Only results matter. And a loss is a loss. See, victory shines like a bright light. And right now, you and your Pokémon are shining brilliantly. Dankjewel, mijn vriend. Dankjewel. Ik bedank jou voor het kijken naar deze episode. Laat voor eventjes een like achter. En ik zie je in de volgende aflevering van Pokémon The Fucking Black. En ik zeg nog maar 1 ding en dat is later. Ik wou Wukong nog laten evalueren, maar dat kan denk ik niet. Ik ben sowieso te laat. Ik ben echt te laat. Ik ben sowieso te laat. Oh.